Dank u wel, voorzitter. Bij die laatste woorden sluit ik mij van harte aan. Voorzitter, voor de ontmanteling van de ouderenzorg telt ons land al zo'n 3,5 miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 2,5 miljoen mensen immer langdurig intensief verzorgden. Een 500.000 van hen was al overbelast. Ook was er materieel gezien onder de oude WMO al sprake van verplichte mantelzorg in de vorm van de aftrekregel. Toch waren het deze mensen die de zeer omvangrijke ontzorgingsdrift van dit kabinet maar op zich moesten nemen. Met al andere gevolgen van dien. Ondanks dat het kabinet geen onderzoek deed naar de vraag of zij de ouderenzorg wel in zulk een grote omvang extra op de schouders van mantelzorgers konden leggen, werden zij daar wel breed voor gewaarschuwd. PGGM en Co. constateerden al dat mantelzorgers er steeds vaker alleen voor kwamen te staan en de combinatie met werk al steeds moeilijker werd. Motivation wees er al eens op dat de grens van inzetbaarheid was bereikt omdat slechts een vijfde van de Nederlanders aangaf voor hun buurtgenoten te willen zorgen. Uit een AMBO-enquête bleek al dat een kwart van de ouderen al helemaal geen netwerk om op de rug te vallen had. Voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Paul Snabel vond al dat overschat werd wat mensen nog meer voor hun naasten konden doen. Ouderenombudsman Jan Romme gaf ook al aan dat nog meer mantelzorg onhaalbaar was. AMBO en de NPCF gaven al aan dat vertrouwde buren ook al op leeftijd waren, waardoor men elkaar niet langer kon ondersteunen. Platform VG vond dat het vervangen van professionele zorg door mantelzorg gebaseerd was op druifzand. Maar de ongecontroleerde bezuinigingsdriften wonnen. En zonder dat we breed en diep gaat onderzoek over de gevolgen hebben, zien we toch heel veel zorgwekkende signalen. Ik noem er een paar. Een verdrievoudiging van het aantal meldingen van ouderenmishandeling. Een toename van het aantal ouderen dat zich door ongelukken op de eerste hulp meldt. Een toename van het aantal ouderen met ernstige brandwonden. Een toename naar 10% van het aantal verwarde personen dat van straat geplukt wordt dat van straat geplukt wordt, dat dementerend blijkt te zijn, en een explosieve toename van het aantal ernstige incidenten met verwarde personen gadegeslagen door de woningbouwcorporaties. Maar er is niks aan de hand, hoor, voorzitter. Nee, alles wordt er beter op, volgens de staatssecretaris. Zaken worden alleen maar anders georganiseerd. In zijn brief doet de staatssecretaris voorkomen dat zijn beleid erop gericht is mantelzorgers goede ondersteuning te bieden. Maar hoe komt het dan dat mantelzorgers zijn beleid niet als zodanig ervaren? Zou het komen omdat het sluiten van de verzorgingshuizen met zo'n 100.000 gedupeerden zorgt voor nog meer druk op mantelzorgers? Zou het komen omdat het halveren van de thuiszorg met extrapolerend zo'n 30.000 bezwaarschriften zorgt voor nog meer druk op mantelzorgers? Zou het komen omdat de megabezuiniging op de dagbesteding, zo'n 90%, zorgt voor nog meer druk op mantelzorgers? Zou het komen omdat de gesloten deuren bij gemeenten, een kwart van hen stopte met de huishoudelijke hulp, zorgt voor nog meer druk op mantelzorgers? Zou het komen omdat het voor mantelzorgers lastig is, zo niet onmogelijk, om er een paar dagen tussenuit te gaan omdat zoveel gemeenten respijtzorg maar helemaal niet meer inkopen? Zou het kunnen dat het kabinetsbeleid inderdaad niet zorgt voor een steuntje in de rug bij mantelzorgers, maar juist voor veel minder zorg? En dat mantelzorgers dat gat niet anders kunnen dan opvullen omdat zijn vader of moeder willen verzorgen, van hen houden en hen daarom niet aan hun lot overlaten, maar daar wel zelf aan onderdoor gaan. Voorzitter, en dan de werkvloer. Steeds meer mantelzorgers melden zich eerder ziek. Stress, psychische vermoeidheid, overspannenheid en burn-out liggen op de loer. En dat maakt hen ook voor werkgevers een probleem. Dus naast de toch al overbelaste mantelzorger en de zorgvrager zijn ook werkgevers de dupe van het kabinetsbeleid. Zij betalen uiteindelijk de prijs van de bezuinigingen als hun werknemer zich ziek meldt. Voorzitter, het verlenen van mantelzorg is iets wat je uit liefde doet. Tenminste, daar zou het om moeten gaan. Helaas is dat materieel een verplichting. Een verplichting die zijn tol eist. Niet alleen in de vorm van ontspoorde zorg, maar dus ook op de werkvloer. En naast de Partij van de Arbeid zou ook de VVD zich dit moeten aantrekken. Dank u wel, voorzitter. Die heeft vaak heel veel. Dank u wel, voorzitter. Wat een hypocriet debat, zeg. Steeds wisselende meerderheden hier in de Tweede Kamer hebben deze staatssecretaris geholpen bij de grootste naoorlogse bezuinigingsoperatie die ons land heeft gekend. Als het gaat om de huishoudelijke hulp, de verpleging, verzorging, dagbesteding, sluiten van de verzorgingshuizen. En deze megabezuinigingen, deze mega-ontzorging is op de schouders erbij gekomen bij de toch al overbelaste mantelzorgers. En nu is iedereen bezorgd. Voorzitter, de Kamer hier is er gewoon verantwoordelijk voor. En ik vind het dan ook echt werkelijk verbijsterend dat niemand de hand in eigen boezem steekt.
Voorzitter, ik denk ook dat we af moeten wachten wat breed en diepgaand onderzoek naar die positie van de mantelzorger ons nog meer vertellen kan. Maar ik ga er wel van uit dat die positie zeer kwetsbaar geworden is. Ook gezien een volkomen lege tribune, voorzitter. Want deze mensen zijn zo overbelast dat ze niet gevreesd worden en zelfs een bezoekje naar Den Haag niet meer maken. Dank u wel.